Hallo allemaal. Ik ga jullie een stukje voorlezen uit dit boekje. Dit is een boekje wat in twee talen is, Nederlands en Fins. Ik ga jullie het Nederlands voorlezen en ik ga jullie een stukje voorlezen, dit stukje. Over het stille volk. Ik heb een foto genomen van de tekst, dus je kan heel goed volgen als ik lees. Ik heb twee opnames gemaakt. De eerste lees ik langzaam. Ik lees langzaam de tekst. En de tweede is een tweede video. Dus er zijn twee video's. De tweede video lees ik sneller. In de tweede video lees ik veel vlotter de tekst en dat is meer op B1 en B2 niveau. Zo. Dus langzaam, snel. Niet heel snel, maar gewoon. En gewoon, ja, gewone snelheid. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als jullie meer teksten willen, laat het me weten, zet het in de comments hieronder en beluister de tekst, lees mee, lees daarna, maar lees eerst bijvoorbeeld, niet eerst lezen, eerst luisteren en daarna luisteren met lezen. Maar misschien werkt dat voor jullie niet goed, maar meestal... Dat is wel iets wat ik aanraad. Eerst alleen luisteren en daarna nog een keer luisteren plus meelezen. Zo, ja, ik zit hier maar met dat boekje te zwaaien van links naar rechts. Maar ik zal jullie de voorkant nog even laten zien. Oh ja, en op de achterpagina staat een foto in de sneeuw. Dit is de voorpagina. Daar ga ik over lezen. En dit is de achterpagina. Dezelfde, maar in de winter, in de sneeuw. En aan het begin van beide video's zie je een foto waar ik tussen deze dingen, deze mensen sta. En ja, dat... is wel grappig. Ik heb die plek bezocht een paar jaar geleden en ja, ik vind het zo leuk. En toen kwam ik dit artikel tegen en dacht van ja, hier moet ik over vertellen. Zo, veel plezier met lezen en vind je de video leuk? Geef mij een duimpje en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Veel plezier! Als je op weg naar Lapland via de hoofdweg E63 van Kajaani naar Kuusamo rijdt, kom je zo'n 30 kilometer ten noorden van het dorp Suomussalmi plotseling oog in oog te staan met een wel heel bijzonder kunstwerk. Op een akker, pal naast de weg, staan al jaren bijna 1000 op vogelverschrikkers gelijkende figuren zwijgend naar de weg te staren. Ze zijn gekleed in kleurige, bonte kledij en hun hoofden bestaan uit een bosje hooi. Het is een project uit 1988, genaamd Ilmarin Kunos, van de in Suomussalmi geboren kunstenaar Reijo Kela. Hoewel ze al tientallen jaren onder alle weersomstandigheden en in doodse stilte
op dezelfde plek staan, zijn ze een paar maal massaal verhuisd. Zo verschenen ze in 1994 op een ochtend plotseling op de trappen van de kathedraal van Helsinki, tot grote verbazing van de inwoners van de stad. Het stille volk was daar 's nachts heimelijk naartoe overgebracht, als onderdeel van de Kaino-tentoonstelling. Na een paar dagen zijn ze even plotseling weer naar hun oorspronkelijke plaats terug verhuisd. De poppen worden goed verzorgd. Er is een groep vrijwilligers die hen 2 maal per jaar schone kleren aantrekt en na een storm de hoofden weer van nieuw stro voorziet. Maar als het stille volk helemaal ongekleed zou zijn, zouden er slechts zo'n 1000 houten kruisen op het veld overblijven. Naast het veld is een café dat gerund wordt door de Kainun Kutamokaitat, waar op open vuren pannenkoeken worden gebakken en zalm wordt geroosterd. Ook is er een hut waarin wisselende exposities plaatsvinden. Het geheel heeft een heel mysterieus karakter. Men kan zich afvragen wat de symbolische betekenis is van deze honderden zwijgende figuren. Het zou de uitbeelding kunnen zijn van een vergeten volk of de stille ziel van de provincie Kaino kunnen symboliseren. Maar de kunstenaar laat zich er niet over uit wat hij ermee heeft bedoeld. Iedere bezoeker mag zijn eigen interpretatie eraan geven. Reijo Keila is een heel eigenzinnige artiest. Hij is begonnen als laborant, maar tijdens zijn studie in Helsinki raakte hij gefascineerd door de danskunst. Hij studeerde moderne dans in Helsinki en in New York, was jarenlang verbonden aan het Ratiko Danstheater en is thans werkzaam als freelance danser en choreograaf. Hij is docent aan de Finse Hogeschool voor Theater en de Hogeschool voor Industriële Kunst. De honderden bewegingloze figuren van het stille volk zijn een groot contrast met zijn overige werk als danser.